Ja, ik wil vandaag gaan vertellen over het project Read With Me in Iran, waar ik sinds 10 jaar bij betrokken ben. En Read With Me is een boekpromotieproject, zou je kunnen zeggen, wat zich richt tot kinderen die normaal gesproken eigenlijk niet in contact komen met boeken. En dan moet je denken aan straatkinderen, aan kinderen die werken in fabrieken, aan nomadenkinderen, kinderen die slachtoffer zijn van natuurrampen. En ik ben binnen dit project allerlei verschillende dingen gaan doen. En daar wil ik vandaag een beetje over gaan vertellen. En ik begin in een aardbevingsgebied bij de grens met Irak, waar ik in 2018 was. En daar had Read With Me, die had in dat aardbevingsgebied heel snel allerlei containerbibliotheekjes opgezet, waarin ik workshops mocht geven. Een van die workshops eindigde ermee dat ik bij allemaal kinderen op bezoek mocht in de tenten. En een jongetje die liet me 2 kleine eendjes zien die hij in die tent had. En die had zijn moeder voor hem gekocht of aangeschaft om een beetje de sfeer te doen oproepen van voordat de aardbeving er was, toen ze ook allemaal vogeltjes hadden rond het huis. Een van de containerbibliotheekjes was gebouwd op het dak van een moskee. Dat is een beetje een eigenaardige plek om een bibliotheek te hebben, maar dat was omdat er geen enkele andere plek was die nog zo stevig was dat je daar iets op kon zetten. Nou, de bedoeling was dat ik was die ochtend om 3 uur vertrokken uit Teheran. Ik was met een of ander vliegtuig naar Kermanshah gegaan. Daarna nog uren met een taxi door de bergen naar de grens met Irak. En daar moest ik eerst nog een waanzinnig ontbijt op de vloer bij mensen thuis hebben op allerlei Persische tapijten. En toen zou ik dan een workshop gaan geven aan 25 kinderen in deze bibliotheek. En toen ik binnenkwam in de bibliotheek, toen zaten daar 120 kinderen. Die allemaal natuurlijk helemaal niks te doen hadden. Alles was kapot daar. En ik gaf dus in plaats daarvan een workshop aan 120 kinderen, wat eigenlijk ook net zo goed ging. En ik begon met het voorlezen van een verhaal, De Rode Vogel. En dat verhaal is een verhaal van Astrid Lindgren. Daar kom ik nog meerdere malen op terug tijdens deze lezing. Het eindigde ermee dat we allemaal op het dak, op de Persische tapijten, zaten alle kinderen paradijsvogels te tekenen. En ik liet ze zien hoe je de vleugels mooi kon maken. En het was een waanzinnige belevenis. En eigenlijk een hele vrolijke. Terwijl ik wist dat er in dat gebied 60 kinderen allebei hun ouders hadden verloren. De kracht van het boek is natuurlijk, heb ik natuurlijk veel eerder ontdekt. Maar door het project Read With Me is dat wel veel dichterbij gekomen. Ik heb veel meer me gerealiseerd wat boeken eigenlijk kunnen doen met kinderen. Het begon allemaal in 2004. Ik ging naar Teheran voor het allereerst. En daar was een literatuurfestival georganiseerd. Een beetje eigenaardig literatuurfestival. Ik snap nu nog steeds niet precies wie dat nou allemaal hadden georganiseerd, maar in ieder geval overdag gaf ik workshops aan kinderen, ook al met het boek De Rode Vogel, want dat was net verschenen. De kinderen maakten daar ook de prachtigste paradijsvogels. En 's avonds werd ik op een bepaald moment meegenomen naar een soort achteraf bibliotheekje, kantoortje, en daar zat een groep heel betrokken Iraniërs die onderzoek deden naar de geschiedenis van het kinderboek van Iran. En het waren idealisten. Een van die mensen was Zore Ghani. En zij had 10 jaar in de gevangenis gezeten in Iran. En die 10 jaar had zij bedacht dat als ik hier levend uitkom, en we mogen wel zeggen dat het een wonder is dat ze er levend uit is gekomen, dan ga ik beginnen met de kinderen. Ik ga een project opstarten met kinderen en boeken. Want alleen door bij de kinderen te beginnen kunnen we ooit deze wereld gaan veranderen. En boeken zijn misschien wel het allerbeste gereedschap
om kinderen breedte te geven in hun gedachtegoed. Om ze nieuwe werelden, nieuwe gedachten en andere gevoelens en emoties bij te brengen. Bij dat project raakte ik eigenlijk direct betrokken. En dat was omdat we gewoon voelden dat we dezelfde gedachten hadden toen we elkaar in 2004 ontmoetten. Dus niet lang daarna belde Soregani mij op hier in Amsterdam. En zij vroeg of ik kon helpen met de rechten te verkrijgen van het boek De Rode Vogel, zodat dat in Farsi vertaald zou kunnen worden. Dat was eigenlijk het allereerste wat ik binnen dit project ging doen. Ik ging de familie van Astrid Lindgren bellen en vragen of zij gratis de rechten beschikbaar wilde stellen. En dat was geen enkel probleem. En dat heb ik ook voortgezet. Dat doe ik ook nog steeds. Dus uiteindelijk zijn er 4 van mijn boeken. Daar heb ik alle rechten van gegeven. En de auteurs ook. Onder andere ook een boek van Toon Tellegen, een boek van Chef Aert. En ik heb ook hun geholpen om contact te maken met hele andere schrijvers in zowel Nederland als Zweden, waardoor nu ook Max Veldhuis, Edward van de Vendel, Marije Tolman, al die boeken, Annemarie van Haringen, die zijn nu in Farsi in het project Read With Me te lezen. Een van de belangrijke dingen is dat de boeken die ze in het project hebben, dat zijn boeken waar je met kinderen over kan praten. Het zijn boeken die dat is niet alleen maar een klein verhaaltje. Het zijn boeken die gaan over iets. Die gaan over verlies. Die gaan over eenzaamheid. Die gaan misschien wel over liefde. Ze gaan misschien over hoop. Allemaal onderwerpen die met name voor die kwetsbare kinderen die alles kwijt zijn, eigenlijk heel erg belangrijk zijn. Al snel zag ik hoe mijn boeken op de meest rare plekken in Iran terechtkwamen. Ik kreeg foto's van nomaden, kinderen die in de bergen mijn boeken zaten te lezen. Kinderen die bordjes ophielden uit Zahedan, een stad dichtbij Afghanistan, en vroegen of ik op bezoek wilde komen. Het is een rood gebied, dus ik mag daar helemaal niet op bezoek. Het is redelijk gevaarlijk daar. Kinderen die bij een kookpot ergens buiten zaten en ondertussen werd het boek van Chef Aert Groter dan een Droom voorgelezen. Dus het begon, ik zag van dit verspreidt zich helemaal door Iran en het werkt. Nou, ondertussen begon Soren na te denken over maar we willen eigenlijk ook meer boeken hebben die door onze eigen makers en schrijvers gemaakt zijn. En ze hadden natuurlijk boeken, ze hadden absoluut wat eigen prentenboeken. Maar wat je ziet in Iran is dat de traditie op het gebied van prentenboeken is niet zo ontwikkeld als in Europa. Dus ze hebben waanzinnige kunstenaars die echt heel mooi werk maken. Maar juist dat vertellen voor kinderen, dat blijft vaak in een soort decoratief stadium en niet zo heel verhalend. En zij vroeg dus aan mij of ik met 5 heel getalenteerde tekenaars wilde werken en hun begeleiden bij het maken van hun prentenboeken. Nou, ik ben een jaar lang ben ik met hun gaan corresponderen. Ik kreeg de verhalen, ze gingen storyboards maken, ze gingen hoofdpersonages uitwerken. En ik gaf ze eigenlijk steeds opdrachten en feedback. En uiteindelijk reisde ik naar Iran en ontmoette ik ze. Ik had toen er was dus al van alles gebeurd en ik gaf een soort workshops, hè, maar ook bekeek ik hun werk. En daar is heel erg mooi werk uitgekomen. Ik denk dat zij inderdaad kennis maakten met iets nieuws door mij, met een andere manier van aan kinderen vertellen. Met naast het verhaal te vertellen. Sommigen hadden in het begin de neiging om bijvoorbeeld heel decoratief een vlindertje in de hoek van het papier te tekenen of een bloem ergens. En dan vroeg ik, hoezo die vlinder daar? Wat vertelt hij over het verhaal? En dan bleek dat eigenlijk gewoon alleen maar decoratie te zijn. Nou, dat soort gesprekken, we kregen heel veel gesprekken. En uiteindelijk heb ik nu op dit moment begeleid ik 7 mensen. Dat is dus doorgegaan tot nu. En er zijn, ik weet niet, ik denk 5 boeken nu af. En ik laat nu even om de beurt zien. Boek van, ik weet nu even alleen de voornamen. Neda, die een prachtig boek heeft gemaakt, wat ook in Nederland gaat verschijnen. Over een meisje die op zoek is naar haar
grootmoeder die overleden is en niet begrijpt dat die grootmoeder er niet meer is. Solmaas, een meisje die nooit eerder een prentenboek had gemaakt en die alles knipt uit papier en die een boek heeft gemaakt, een heel grappig verhaal eigenlijk over een olifant die zo graag wil vliegen, maar toch uiteindelijk ontdekt dat dat toch niet echt is wie die is. Dan hebben we een boek van Salome. Salome heeft deze hele zomer gewerkt aan een boek wat gaat over 20 spechten. Maar eigenlijk gaat het over twee kinderen, of 20 kinderen waarvan er 2 doof zijn en daardoor heel anders reageren op al die spechten. Nou, het zijn hele aparte verhalen ook. Hè? Het zijn natuurlijk allemaal Iraanse verhalen die toch anders zijn dan bij ons. En dan is er een boek van Mahsa. En dat is helemaal zo'n bizar verhaal dat ik het niet eens kan navertellen. Wat ook, denk ik, niet in Nederland gepubliceerd kan worden om die reden. Dan is er een verhaal wat al verschenen is in Nederland. En dat is gemaakt door Nushin Savagtoo, denk ik. God, misschien spreek ik het zelfs verkeerd uit. Nou, doet er niet toe. En Nushin heeft een paar jaar gewerkt aan haar boek. En ze heeft uiteindelijk hier, is er een vlag en wimpel, heeft ze ermee gewonnen voor zowel illustraties als de tekst van Hadi Mohammadi. En ik laat hier even wat dingen zien, want dit is toch interessant. Het begon met een soort van schetsen, een storyboard. En dan zie je in stappen hoe haar storyboard veranderde en meer gedetailleerd werd. En hoe ze zich meer begon uit te spreken. Hè, in het begin was het, ja, het ging over 7 paarden en een ziek meisje. En langzaam maar zeker begon ze allemaal dingen te tekenen. Die ze, in het begin tekenden ze vooral paarden. Maar op een gegeven moment, ja, we kwamen er allerlei andere aspecten bij. En ja, probeerde ik ook te overleggen van wat kan de omgeving bijdragen aan dit verhaal? Wat kunnen de kleuren bijdragen? Wat kan je compositie bijdragen? Nou, het is een ontzettend leuke samenwerking, want ze is waanzinnig een goede tekenaar. En ik laat even één beeld zien van een klein, hè, ik heb voor alle tekenaars heb ik een WhatsApp groepje. Dus met allemaal correspondeer ik. De meeste kunnen wat Engels en anders zit er een tolk bij. En waarin ik bekritiseer. En dan zie je ook de toon. Hè, toen Nushin haar boek bijna af had, toen had ze nog 1 tekening. Waar ik van dacht, wacht, hier klopt toch iets niet. Want het meisje hier in het bed, die ziet eruit alsof ze dood is. En dat schrijf ik dan ook gewoon direct naar haar. Ik heb een heel directe communicatie. En nou, dat heeft ze dus uiteindelijk ook veranderd. Nou, wat heel leuk was, was dat in 2018 dat ik met deze tekenaars, 3 van de tekenaars die hun boek al af hadden, een grote tentoonstelling kreeg in het Artist Forum van Teheran. Wat echt heette When Two Worlds Meet. En daar ging het ook heel erg over. Nou, dat bleek, ik weet nooit zoveel als ik daarheen ga wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dat bleek dus inderdaad heel spectaculair te zijn met een opening die 4 uur duurde. En er stonden overal billboards in het park met ook mij erop. Dat was heel bizar eigenlijk. Maar wat ik wel voel uit het geheel, dat is dat Iran is natuurlijk nu toch zwaar geïsoleerd geraakt. Ook door de boycott. Op dit moment hebben ze ook andere problemen met de corona. Is heel ernstig en de economische crisis. En de ontmoetingen met mensen als ons is gewoon echt toch een heel belangrijk, noodzakelijk iets voor ze. Om gewoon, ja, motivatie te houden. Daarom gaan we ook door en hebben we nu ook over Zoom workshops. En er gaat eigenlijk geen week voorbij dat ik niet nieuw werk van een of ander binnenkrijg en daarmee in de weer ben. Nou, in 2018 hadden we ook veel gesprekken over de containerbibliotheken en andere bibliotheken. Want Read With Me die heeft nu 80 bibliotheken gebouwd in het hele land. En ze bereiken inmiddels 200.000 kinderen. Dus het is enorm gegroeid. Nou, en die bibliotheken die zijn soms dus heel klein en heel primitief. Maar soms zijn ze ook echt heel mooi. En hier zie je een bibliotheek in Gonzar. Dat is een plaats midden in Iran. En ik probeer zoveel mogelijk rechten weg te geven van ook beeldmateriaal wat ik heb. Dus als ze iets willen gebruiken, dan kunnen ze dat altijd voor niks gebruiken. En daar hebben ze een hele wand
gemaakt met een tekening van mij. En ik zit hier met de hoofdsponsor van het project. Want het project wordt gesponsord door ongeveer 10 verschillende organisaties of ondernemingen en bedrijven die toch nog genoeg geld hebben om zo'n project te sponsoren. Een andere taak die ik heb daar, en die vervul ik eigenlijk alleen als ik daar ben, dat is dat de structuur van het project is dat er eigenlijk 25 mensen werken die workshops bedenken rond de boeken. Want het gaat niet alleen maar over boeken verspreiden, maar het gaat ook over hoe lees je die boeken voor en wat doe je met die boeken daarna. Ik ben ervan overtuigd dat je kan nooit alleen maar bibliotheekjes neerzetten. Dat werkt niet. Je moet dingen gaan doen met die boeken. En in Iran is de traditie natuurlijk, ja, leraren zijn betrekkelijk autoritair op scholen. En wij hebben een hele andere manier van praten met kinderen, onderwerpen aanroeren. Veel kinderen hebben daar gewoon nog nooit gepraat over eenzaamheid of hoop of moedeloosheid. Dus ik heb dan workshops met 25 mensen die daar werken. En ik praat met hun over hoe ik praat over boeken. En vervolgens, dit is dan een voorbeeld van een workshop die ik deed naar aanleiding van een van mijn eigen boeken, Het Gelukkige Eiland. En ik ging met al die mensen laten zien hoe je dan kan eilanden schabloneren en tekenen. En ja, het is ontzettend leuk, omdat je toch ziet dat de mensen niet zo gewend zijn om zo diep te gaan, ook in die creatieve uitingen. En ook de manier van praten met kinderen, ja, daar hebben we het dan toch echt veel over. En het rare is dat ik eigenlijk helemaal niet ben opgeleid om te praten met kinderen die straatkinderen zijn of die alles verloren zijn na een aardbeving. Wat me opvalt is dat Read With Me heel groot is, maar dat ze tegelijkertijd dus ook heel erg het individu in de gaten houden. Ik heb op een bepaald moment gewerkt, en daar ga ik ook zo iets meer over vertellen. Ik ben twee keer in 2016 en 2018 geweest in een hele arme wijk ten zuiden van Teheran. De kinderen daar, heel veel kinderen werkten in de steenfabriek. En dat was heel zwaar werk. Het overgrote deel van de kinderen was vluchteling uit Afghanistan, illegaal daar. En wat mij opviel was dat de mensen die daar als vrijwilligers werkten, dat ze heel erg betrokken waren bij al die kinderen. En dat we na afloop van mijn workshop zaten we misschien wel met 20 of 30 mensen te lunchen. En al die mensen hadden ook gekeken terwijl ik die workshop gaf. En ze gingen in op tekeningen die een kind... er was één meisje die had een tekening gemaakt, waarvan ze zeiden, deze tekening die ziet er zorgelijk uit. Dit kind tekent niet een eiland met allemaal vrolijke dingen erop. Die tekent alleen maar dode vissen. Een vlinder waar de vleugel is afgebroken. Een bloem die dood is. Wat zou hiermee aan de hand kunnen zijn? En uiteindelijk bleek er ook van alles aan de hand te zijn met dat meisje. Maar ik ben dus heel erg onder de indruk van dat ze niet alleen maar de boeken lezen, maar ook kijken naar wat er dan mogelijk speelt bij de kinderen die feedback op die boeken geven. Nou, hier zie je mijn eerste ontmoeting met de kinderen van Mahmoudabad, zo heet die plek. En wat mij opviel was dat ze allemaal te eten kregen eerst. Ik begreep ook dat sommige kinderen ook echt honger hadden. Dus dat was gewoon een soort standaard ritueel, dat ze eerst dan wat te eten kregen. Want je kan natuurlijk geen boeken voorlezen aan kinderen die honger hebben. Maar zelf denk ik dat het misschien ook een manier is om die kinderen naar dat huis te krijgen. Er was een soort gebouw, dat heet het Read With Me huis. En ik denk dat sommige ouders hun kinderen nooit daarheen zouden sturen als ze niet ook te eten zouden krijgen. En doordat ze daar te eten krijgen, krijgen ze ook, ze krijgen daar ook wat kleding af en toe, maar krijgen ze natuurlijk ook die mogelijkheid om even in een soort wereld te zijn waar ze gewoon in een verhaal mogen komen of gewoon even weg van
de barre realiteit, zou je kunnen zeggen. Nou, ik begon daar het verhaal te vertellen over de rode vogel. Ik hou dat nu een beetje als een soort rode draad ook door deze lezing. En de rode vogel gaat over twee kinderen, Matthias en Anna, die eigenlijk alles kwijt zijn. Hun ouders zijn overleden en ze worden als weeskinderen gestuurd naar een boer waar ze moeten helpen, maar waar ze niet goed behandeld worden en alleen maar koude aardappelen eten en eigenlijk redelijk vreselijk. Maar Astrid Lindgren zou Astrid Lindgren niet zijn als ze niet een rode vogel laat komen die die kinderen meeneemt naar een soort van paradijselijke plek. Nou, dat verhaal zat ik aan die kinderen voor te lezen. Met een tolk natuurlijk. Ik was dus het verhaal aan het vertellen over de rode vogel, over Matthias en Anna, die eigenlijk alles kwijt zijn. Hun ouders zijn dood. Nou, het zijn gewoon weeskinderen die uiteindelijk geplaatst worden bij een of andere boer die ze dan kan gebruiken om hard te werken. En ze krijgen van hem slecht te eten. Ze krijgen koude aardappelen. En ik was dat verhaal aan die kinderen aan het vertellen met een tolk. En opeens realiseerde ik me dat Matthias en Anna, die zaten daar. Die zaten voor mij. Deze kinderen, dat waren de kinderen die, als ze niet bij mij zaten op dat moment en te luisteren naar dit verhaal, waren ze in de steenfabriek aan het werk. Of misschien waren ze op straat aan het bedelen. Of een auto aan het wassen. Of misschien wel uit een vuilnisbak aan het eten. Ik vond het zelf een hele confrontatie dat ik eigenlijk door het boek van Astrid Lindgren invoelde wie die kinderen waren die tegenover me zaten. En waarom vertel ik dit? Omdat ik wil vertellen wat een boek kan doen, zelfs met mij. Een boek wat ik al heb geïllustreerd. Dat ik op de een of andere manier opeens voelde, een boek kan jou echt vertellen over mensen die in een andere situatie verkeren. En het kan je hart bereiken. En wat natuurlijk ook gebeurde, was dat deze kinderen naar dit verhaal luisterden als ik nooit andere kinderen naar dit verhaal heb horen luisteren. Want ze herkenden zichzelf daarin. En het enige wat zij voelden was, laat mij ook die rode vogel ontmoeten. Dus uiteindelijk zijn we, het was een hele ontroerende sessie. Aangrijpend zou je bijna kunnen zeggen. En die kinderen zaten na afloop, die natuurlijk nooit tekenen. Die zaten daar met die rode krijtjes, zaten ze rode vogels te tekenen. En je ziet op de foto's de concentratie die je bijna niet bij kinderen ziet. Hoe ze aan het werk waren en hoe ze na afloop poseerden. En ze schreven er dan onder of kregen hulp. En daaronder mochten ze dan schrijven waar ze heen wilden met die vogel. Hè, hun wens. En dit is een manier van een workshop die eigenlijk heel simpel is. Maar waar die kinderen, klein als ze zijn, toch een heel klein beetje gaan nadenken over wat zou ik nou eigenlijk willen in mijn leven. Want ook al is het misschien lang niet allemaal haalbaar, bij die kinderen die in zo'n soort hopeloze situatie terecht zijn gekomen, voel je toch dat je de hoop mag nooit verdwijnen. De hoop moet altijd blijven. En één kind schreef dat hij wilde met de vogel naar de plek waar we op dat moment waren. Dat was blijkbaar toch voor hem een soort van lichtpuntje. Nou, wat bleek was dat er natuurlijk toch ook weer een kind was. En dat was inderdaad een meisje die gevlucht was uit Afghanistan. En die bleek gewoon al te kunnen lezen. Die had zichzelf leren lezen. En die kreeg een boek mee, natuurlijk. Waarschijnlijk het eerste boek wat zij bezat. En het klinkt nu allemaal heel erg ontroerend, aangrijpend. Maar ik moet wel erbij zeggen, we maken ook heel veel plezier. Dus meestal na afloop, dan wordt het allemaal, ja, dat mag natuurlijk nu helemaal niet in de coronatijd, maar geknuffel en gelach en koekjes en limonade en ander eten. En ja, het is een hele feestelijke bijeenkomst om deze dingen te doen. En dat is, ik voel me soms bijna een heel klein beetje als de moeder uit de rode vogel die pannenkoeken heeft voor alle kinderen. Maakt niet uit hoeveel als ik daar ben. En dat is een hele leuke rol. Een ander boek, wat dus ook in Iran is verschenen, is het boek Groter dan een droom van Chef Aerts. Wat gaat over een jongetje die zijn zusje verloren heeft, eigenlijk voordat hij geboren
werd. Dus hij heeft nooit zijn zusje gekend en zijn ouders groeien op in dat verdriet. Dus in feite gaat het boek over verlies. Nou, dat boek werd hals over kop opnieuw gedrukt toen de gruwelijke aardbeving had plaatsgevonden bij het grensgebied met Irak, waar ik over vertelde helemaal in het begin van deze lezing. Nou, ik kreeg foto's opgestuurd van kinderen die groter dan een droom zaten te lezen buiten de noodtenten die waren opgezet. En op een gegeven moment kreeg ik een brief uit dat gebied van een meisje. Niet alleen groter dan een droom, maar ook De Rode Vogel was gedrukt speciaal voor deze kinderen. Twee boeken die ook echt gaan over verlies en over hoop. Dus niet voor niks. En dit meisje, Lia, schreef mij een brief over dat ze zo blij was dat ze verhalen konden lezen tijdens deze ontzettend moeilijke tijd. En ik kreeg een klein fotootje van haar opgestuurd. En ik realiseerde me dat ze inderdaad, dat alles aan gruzelementen lag daar bij hun. En toen schreef ik haar terug, als ik kom naar Iran, dan kom ik naar jou toe. Ik was een beetje naïef, want het bleek eigenlijk best wel een beetje een gevaarlijk gebied te zijn om zomaar naartoe te reizen. Maar we hebben het doorgezet. Ik ben dus daarheen gereisd, ik vertelde al aan het begin. En in het containerbibliotheekje van Sarpol-e-Zahab, een van de steden die verwoest was, zat ik met de kinderen en vertelde ik over Het Gelukkige Eiland. Een boek wat ik zelf heb geschreven. Het was toen nog niet in Farsi vertaald, maar nu inmiddels wel. Over een meisje die op zoek is naar geluk en allemaal boten tegenkomt en vraagt van welke kant moet ik op? Waar is Het Gelukkige Eiland? En het mooie was, de kinderen die zaten te kijken. Zelfs door de ramen van de containerbibliotheek zaten kinderen naar binnen te kijken om het verhaal mede te volgen. Op een dag ziet dat meisje een bord midden in de zee staan waarop staat Het Gelukkige Eiland. En ze volgt het. Ze gaat achter een vogel aan en komt bij een eiland waar inderdaad de mensen zeggen, dit is Het Gelukkige Eiland. Ze stapt aan land, ze loopt naar boven en opeens ziet ze dat de hele zee vol is met eilanden. En ze vraagt zich af, is dit eigenlijk wel Het Gelukkige Eiland? En ja, dan besluit ze toch langs al die andere eilanden te gaan varen. En als zij daar langs gaat, dan blijkt dat alle mensen zeggen over hun eiland dat hun eiland het gelukkig is. Dat maakt het heel ingewikkeld voor dit meisje. En na een vreselijke zoektocht komt ze uiteindelijk terecht op een eiland waar helemaal niets is. En op dat eiland besluit zij aan land te gaan. En daar gaat het beginnen. En ze realiseert zich dat dat het gelukkige eiland is. Nou, dit verhaal vertelde ik aan deze kinderen. Het is natuurlijk een heel raar verhaal om te vertellen aan kinderen die alles kwijt zijn. Want eigenlijk vertel ik dat als je niks meer hebt, daar begint het geluk. En dat is natuurlijk niet een boodschap aan mensen die alles kwijt zijn. En toch werkt het. Toch werkt het. Het eerste wat er gebeurde na mijn verhaal was dat dit jongetje, die je nu ziet op de foto, die kwam naar mij toe. En die zei, is dit boek in Farsi? Ik zei, nee, het is niet in Farsi, maar misschien komt het. Hij zei, ja, want je moet weten, wij zijn alles kwijt. Maar hier in deze bibliotheek, daar zijn allemaal boeken. En als wij geen boeken hadden, dan hadden we helemaal niks. Maar doordat we boeken hebben, kunnen we overal komen. En we kunnen alles meemaken. Ja, het klinkt, als ik het zeg, het klinkt bijna niet waar dat een kind dit kan zeggen op deze manier. Maar hij zei het en het was zo echt. En het was zo aangrijpend eigenlijk om te zien dat een boek voor iemand overleven is. Dat ik uiteindelijk me realiseerde dat dit project misschien wel het belangrijkste is wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. En uiteindelijk, ik had iets voorbereid. Ik had
grote vellen. Ik had een soort met aquarel eilanden erop geschilderd. Allemaal kale eilanden. En ik legde die neer. En iedereen die ging bij zo'n vel papier zitten met een groepje van 5. En ze begonnen langzaamaan hun levens op te bouwen op die eilanden. Ze begonnen na te denken over hoe ze het wilden hebben. Wilden ze wel of niet een appelboom op hun eiland? Wilden ze wat voor huis wilden ze? Wilden ze een bootje? Wilden ze misschien wel bij elkaar op bezoek gaan? En bijna alle kinderen tekenden als eerste een gastenverblijf. Want dat was het allerbelangrijkste, dat je gasten kon ontvangen. En zo maakten zij weer een beetje hun eigen wereld. En uiteindelijk poseerden ze allemaal om de beurt. Ik nam foto's van ze. Ondertussen was de graafmachine bezig het terrein af te vlakken daarachter om weer opnieuw te gaan bouwen. En zij hadden in hun hoofdjes al opgebouwd waar ze van droomden. En het laatste beeld is natuurlijk heel belangrijk. Mijn ontmoeting met Lia, die mij de brief schreef. Wat, ja, goud was. Dit is mijn verhaal over mijn samenwerking met Read With Me. Dank u wel.